Op letterlijk een steenworp afstand van Nootdorp moet een helikopterhaven verrijzen. Niet alleen in de wijk Ypenburg groeit het protest, maar ook Nootdorper Ruud Ram maakt zich zorgen. Hij roept zijn dorpsgenoten op om bezwaar te maken. Ruud, wat moet hier achter ons gaan verrijzen? Achter ons moet gaan verrijzen een helihaven waar zo'n 800 vliegbewegingen van commerciële vluchten en pleziervluchten gaan plaatsvinden. Waar moet de Nootdorper nou bang, huiverig voor zijn? Want jij strijdt voor iets. Nou, niet bang zijn, maar iedereen kan zich voorstellen dat er milieuproblemen kunnen ontstaan door de brandstof die helikopters gebruiken. Maar ook geluidsoverlast en mogelijk ook gevaar. Zoals je hier ziet ligt ook het terrein van TNO hier. En men wil over de rijkswegen gaan aanvliegen. Wat waarschijnlijk ook voor bestuurders van voertuigen best een probleem kan zijn. Nou, ben je aan actie gestart met een aantal buurtbewoners. Waar bestaat dat uit? Nou, waar wij de mensen op willen wijzen is dat je als individu best bezwaar kan aantekenen naar een dergelijk plan. En wij hebben dus het plan gevat om via jullie site een standaard bezwaarschrift te publiceren. Wat mensen kunnen downloaden en op kunnen sturen naar gedeputeerde staten van Zuid-Holland. We kunnen denken in problemen, maar ook in oplossingen. Is er wellicht een andere locatie voorhanden? Wat is een alternatief? Nou, ik zie hier geen alternatief, zeker gezien de woonwijken Voorburg, Leidschendam, Ypenburg, Nootdorp, Forumpark. Nou, hier kan je ze nog wel een paar opnoemen. Daar zie ik geen andere locatie hier in de buurt. Maar denk bijvoorbeeld aan 16hoven, wat er eigenlijk voor bedoeld is. Ook gezien straks de aansluiting van de A4 naar Rotterdam toe, zal wellicht minder rijbewegingen krijgen op de A13. Waardoor de aanrijroute naar 16hoven ook beter wordt vanuit Den Haag. Tot slot, Ruud, wat zou je tegen de dames en heren van gedeputeerde staten die er straks over moeten beslissen nog willen zeggen? Nou ja, denk goed na wat je doet. Laat niet alleen economische belangen meetellen, maar denk ook het welzijn van burgers van deze omgeving.